Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Madelon Vos en welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Vandaag praat ik je bij over het laatste nieuws omtrent de economie, maar ook omtrent Bitcoin. En we kijken terug naar het afgelopen jaar, dus terug naar 2020, maar kijken ook vooruit. Want wat nemen we mee richting 2021? En in het bijzonder, hoe ziet de wereld, maar ook hoe ziet het landschap omtrent Bitcoin er dan uit? Dat en meer bespreken we in deze video, maar allereerst maak ik mezelf eventjes kleiner, want ik wil je graag nog even wat vertellen. Zoals je weet ben ik dit kanaal ongeveer 2,5 jaar geleden gestart. En de reden van het starten van dit kanaal was omdat er qua informatievoorziening geen hoogwaardig kwalitatieve info te vinden was. Ik brak mijn hoofd over de berichten die op NOS op nu.nl verschenen over witwassen, criminaliteit. Maar een eerlijk verhaal over Bitcoin en andere crypto's werd er niet verteld. Een eerlijk economisch verhaal kwam niet naar de oppervlakte drijven. Dat is de reden waarom ik dit kanaal startte. En het heeft heel erg lang geduurd voordat het kanaal eindelijk een vlucht omhoog nam, om het zo maar te zeggen. En dit jaar was het moment waarop het kanaal begon te vliegen. Begin dit jaar had ik nog slechts 8000 abonnees. En inmiddels, je kan het zien, zitten we op 28,4000 abonnees. Het is bizar wat er afgelopen jaar gebeurd is. En ik wil dan ook mijn dankbaarheid uitspreken naar jou, naar de kijker, naar de abonnee die wekelijks mijn videocontent weer opnieuw bekijkt. En ik hoop dat ik op deze manier je in ieder geval iedere week kan voorzien van informatie en dat je hier wat aan hebt. Al heeft maar één iemand van alle kijkers die de video's kijken hier wat aan, dan word ik daar al ontzettend blij van. Goed, voordat we naar het nieuws gaan, wil ik je daar nog eventjes wat meer over vertellen. Want deze video is de meest bijzondere video die we dit jaar hebben gemaakt. Het was de video met plan B, een nieuwe Madelon navigeert, de 10e aflevering alweer. En dit is toch wel, ondanks dat je plan B niet kan zien, is het toch wel een beetje een pronkstuk. We hebben heel hard gewerkt om plan B überhaupt in de auto te krijgen. Dat was een bijzondere opgave, maar het was ontzettend leuk om te doen. Daarna zijn we gaan rijden, hebben we ontzettend veel energie gehaald uit het monteren van deze aflevering. En inmiddels staat de aflevering online. Er zijn zelfs twee afleveringen die online staan. De eerste aflevering gaat over het stock-to-flow model aan zich. De verschillende modellen, het FTFX en het STF model. En we hebben het daarnaast ook in de tweede aflevering over het perspectief. Want waar gaat dit naartoe? Als dat model inderdaad, als die hypothese klopt, hoe ziet de wereld er dan uit? En wat verwacht plan B dat er plaats gaat vinden? Want zo'n overgang naar een ander monetair systeem, de Great Reset, zoals Willem dat zo mooi noemt, of zoals eigenlijk het Internationaal Monetair Fonds het noemt, dat gaat niet zonder slag of stoot. En B die beaamt dat en daar spreken we over in de tweede aflevering. Ik raad je aan om ze allebei te kijken, want ze zijn ongelooflijk waardevol. Deze week wil ik graag even met je dieper duiken in het nieuws. Het laatste nieuws rondom de economie, maar ook rondom Bitcoin. En we beginnen even met het nieuwsje van Klaas Knot. Klaas Knot die roept namelijk de overheid op om niet te vroeg te beginnen met bezuinigen. Pas wanneer de economie op het oude niveau zou zijn, zal het volgens hem goed zijn om te beginnen met bezuinigen. En dit is iets waar een behoorlijk verhaal achter wegkomt. Want dit is een titel die je leest en dan denk je, ja oké, niet meer dan logisch. Maar eigenlijk moeten we hiervoor even een stapje terug. Ik ga eventjes met je mee naar het verhaal waarom Klaas Knot dit vindt. Hè? Klaas Knot is de president van de Nederlandse Bank. En als Nederlandse bank zijnde wordt er toezicht gehouden op de commerciële banken. En er wordt een stukje beleid gevoerd vanuit de Europese Centrale Bank. Maar in deze begint de economie, dus de hoogconjunctuur, laagconjunctuur, begint bij consumeren. Dus hoe wij als consumenten omgaan met ons geld. We moeten consumeren, want dat maakt een economie, houdt een economie draaiend. En als we consumeren, dan zorgt dat ervoor dat er meer economische groei ontstaat en meer vraag naar producten. Tegenwoordig gebeurt er het tegenovergestelde. We zien dat we geen geld meer uit kunnen geven bij restaurants. Er wordt minder geld besteed. We doen allemaal wat zuiniger aan. En dat zorgt ervoor dat er minder vraag is naar producten en minder vraag naar productiemiddelen. Het consumentenvertrouwen, het producentenvertrouwen gaat omlaag. Daar begint het eigenlijk mee. En er komt dus minder vraag naar die producten, naar diensten, naar goederen. En dat houdt dus in dat er minder werkgelegenheid ontstaat. En als die werkgelegenheid lager wordt, dan moeten er meer banen geschrapt worden.
wordt. Iets wat we afgelopen weken, vorige week hebben we het nog besproken. Veel zagen, veel zien. Er worden banen geschrapt. En dat betekent dat je in een soort van neerwaartse spiraal terechtkomt. Waar je eigenlijk heel erg lastig uitkomt. En waarom is Klaas Knot het er dan mee eens dat er pas bezuinigd moet worden als de economie weer op een hoger niveau staat? Nou, dat komt hier achter weg. Want als de consument hier problemen van ondervindt, of de ondernemers, dan ga je zien dat die problemen uiteindelijk worden verlegd naar de bank. Want de ondernemer of de consument heeft een grotere lening nodig, of heeft al een grote lening lopen, kan die ineens niet meer betalen. De schulden lopen steeds meer op, moeten gefinancierd worden met nog meer schuld. En dat probleem komt bij de bank, maar ook bij de pensioenfondsen te liggen, die op hun beurt weer de hypotheekproducten bijvoorbeeld bezitten, of de leningen, de studieschulden, et cetera. En dat zorgt er dus voor dat de hele economische framework, eigenlijk het hele betaalframework van banken, een beetje instabiel begint te worden. Dus op dat moment dat de consument in de portemonnee wordt aangeraakt en dat je dat terugziet bij commerciële banken in het aantal delinquenties, dus mensen die niet meer kunnen betalen, dan gaan de banken daaronder lijden. En dat is iets wat Klaas Knot natuurlijk niet wil. En daar komt dit statement achterweg. En Klaas Knot zegt het volgende: we zitten in een diepe crisis en dat hakt erin. Niet alleen economisch, maar ook de psyche van de mens, het humeur van de ondernemers. En daar heeft hij zeker gelijk in. Je ziet het om je heen, mensen zijn te neergeslagen, ze zijn negatiever dan gewoon. Ook de ondernemers die normaal de spirit erin houden en die met tal van leuke plannen en ideeën komen, zelfs die beginnen een beetje te twijfelen. Nou, wat zien we dan, hè? Niet alleen economisch, maar als we even naar het economisch perspectief kijken, wat zien we daar dan gebeuren? We zitten inderdaad in een diepe crisis. Maar doordat we zien dat de Nederlandse overheid, de Nederlandse staat, een beetje hulp verschaft in de vorm van een NOW, in de vorm van de TOZO, in de vorm van tal van verschillende regelingen, kunnen we het hoofd makkelijker boven water houden. En dat is ook de reden waarom bepaalde bedrijven nog steeds bestaan. We zitten dus in die diepe crisis. Ik zat van de week naar de Bitcoin Show te kijken met Aaron van Weerdem en Jan-Willem Burgers. Natuurlijk Boris van de Ven. En Boris die zei, het valt me eigenlijk nog wel mee hoe erg mensen geraakt zijn. Of althans, er was iemand aan tafel die zei, het valt me eigenlijk nog wel mee. Ik had het erger verwacht. En dit is iets wat je aan de oppervlakte niet zo snel ziet. Je kan niet in iemands portemonnee kijken. Je kan niet zien hoeveel hulp van de staat diegene gevraagd heeft. Die registers zijn overigens wel openbaar. Maar je kan niet zien hoe erg iemand in zijn portemonnee geraakt is en hoeveel schulden diegene heeft moeten maken. Dus dit kan nog behoorlijk lang rekken. Als je 75% van je vaste lasten doorbetaald krijgt vanuit de overheid, dan kun je een behoorlijke periode met een buffer dit volhouden. Nou, en daarna wordt er gevraagd, gaan we terug naar normaal als die vaccinatie er is? Want dat is waar nu op gehoopt wordt, waar ook vanuit de aandelenmarkt op gehoopt wordt. En Klaas Knot zegt het volgende: niet meteen. De werkloosheid zal hoger zijn en er zullen meer bedrijven failliet gaan. En dan is gelijk de vraag, maar hoe kan dat dan? Nou, dat is logisch, want op het moment dat we kunnen gaan afbouwen, dus dat alles weer open kan, ga je eerst zien dat de werkloosheid oploopt, omdat er nog minder vraag is naar productie, minder vraag is naar diensten, opdat er bepaalde mensen ontslagen zijn. Dus het duurt heel lang voordat je uiteindelijk weer die opwaartse spiraal gaat zien. En dat zegt hij ook, pas aan het einde van het jaar, of misschien nog later, 2021 dus, zullen we zien wat de permanente schade aan de economie is, welke bedrijven zullen overleven en welke niet. En die bedrijven moeten dus overleven zonder die steun van de overheid. En die schulden die zullen alleen maar groter worden. Dat is ook iets wat hij schetst. Hè? Ook in tijden, ook in goede tijden gaan overigens bedrijven failliet. Komen er weer nieuwe bij. Beetje downplayen. Maar verder is onmiskenbaar dat alle partijen, consumenten, bedrijven en overheden met grote schulden komen te zitten. Ja, en dat is dus wel iets wat problematisch zou kunnen worden. Zijn die schulden een probleem? Vraagt dan de reporter. En dan zegt hij nee, dat ligt eraan. Als de inkomens te laag zijn om de rente en aflossing te betalen, hebben consumenten een probleem. Dat probleem ligt niet alleen bij de consument of bij de ondernemer. Dat probleem ligt eigenlijk voornamelijk bij de partij die de lening verschaft heeft. Dus in deze de bank.
Wat helpt is dat de rente laag is. Dat zal voorlopig zo blijven, wordt hier gesteld. Maar het belangrijkste is dat er voldoende economische groei komt. Dan stijgen de inkomsten en kunnen de schulden daarmee worden betaald. Dus economische groei, maar dat is ook precies de reden waarom Klaas Knot zegt, nu nog niet afbouwen, want we hebben de overheid nodig. Anders vallen er te veel bedrijven om en zijn er dus te veel schulden die niet meer betaald kunnen worden. Eigenlijk heel logisch als je precies begrijpt wat er achter de bühne gebeurt. En dat is natuurlijk niet iets wat ze hier open en bloot op tafel zullen leggen. Hoge werkloosheid, meer faillissementen. Waar moet de groei dan vandaan komen? En dat is een hele goede vraag. Want dit is een proces van, je zou het stagflatie kunnen noemen. Je zou op het moment dat de rente heel erg laag is en de rente eigenlijk niet lager kan, zit je met een behoorlijk probleem. Want hoe ga je ervoor zorgen dat die consument of de ondernemer weer nieuwe leningen aangaat om zo te zorgen voor grotere productie en nieuwe mensen aan gaat nemen als die rente al zo laag is? En doorgaans heb je dat rentemechanisme waar dan mee gespeeld wordt, maar dat kan eigenlijk niet. En Klaas Knot zegt hier, het derde kwartaal van 2020 liet een opmerkelijk herstel zien van de economie. Er zit veerkracht in de economie. En daarmee gaat hij voorbij aan het punt dat in het derde kwartaal van 2020 juist de TOZO, de NOW, alle regelingen aangescherpt zijn. Dus verhoogd zijn. Eerst zou daar afgebouwd worden, maar er is nu gezegd dat loopt door tot aan juli. Waar eerst de vaste lasten voor 50% betaald werden uit mijn hoofd, wordt dat nu gedaan voor 75%. Dus het gaat langzaamaan mee omhoog. En komt die groei dan automatisch terug, is dan de vraag. Want eigenlijk reageert hij niet goed. Hè? Hij geeft geen antwoord op de vraag. De overheid moet steunbeleid blijven volhouden. Tot het virus onder controle is. Ik kan er geen datum op plakken. Maar als ik een gooi moet doen, dan zal dat eind 2021 het geval zijn. Waarschijnlijk zal dit hele pakket nog wel een jaar of twee doorgaan. En dat ziet hij wel goed. Die groei komt dus niet automatisch terug. De overheid moet hier inmenging in geven. En uiteindelijk is de belastingbetaler degene die de rekening betaalt. Goed, als je dit stuk goed tussen de regels doorleest, dan begrijp je waar het over gaat. En Klaas Knot heeft hier ook zeker een goed punt. Maar ja, wat kun je als president van de Nederlandse Bank, waarbij de aansturing vanuit de Europese Centrale Bank komt en die rente dus al zo laag is, daar kun je heel weinig aan doen. En we zagen dat de CEO van Allianz, een hele grote verzekeringsmaatschappij, iets interessants zei over het beleid vanuit de Europese Centrale Bank. Burgers worden systematisch voorgelogen. De rente zal nog zeker een jaar of 10, 0 of misschien wel negatief zijn. De Europese Centrale Bank bereidt met haar monetair beleid de weg voor op de volgende crisis. De spaarders worden ondertussen bedrogen met negatieve rente. En dat is wat je dus ziet. Hè. Het probleem wordt hiermee dus alleen maar groter. De vraag om meer schuld te nemen wordt groter. En dat is ook wat deze CEO heel duidelijk aangeeft. De kans dat dit de goede richting ingaat is vrij klein. We stevenen af op een volgende crisis. De bubbel wordt nog meer opgeblazen. Eigenlijk precies wat we ook in 2008 zagen. En wij zijn niet de enigen die dat zien. Er zijn steeds meer partijen die dat zien. Namelijk de institutionele investeerders. De rente is laag. Obligaties zijn niet meer wat het geweest is. En daarnaast moet je gaan betalen op het moment dat je geld op een bankrekening laat staan. Ook de aandelenmarkt is behoorlijk risicovol, hè? Want we hebben geen idee wat de toekomst zal brengen. Dus men kijkt naar andere mogelijkheden om minder risico te lopen met het vermogen. En een van die mogelijkheden is Bitcoin. Mark van der Scheidt schreef er een heel mooi stuk over. Daar zullen we even dieper induiken. Hij zei, Bitcoin is pretty much de-risked now. That institutional investors all want to buy coins. Dus institutionele investors willen allemaal Bitcoin hebben. En dat is best wel interessant. Hier zegt hij, at the beginning of the year, investing in Bitcoin may have caused a professional investor his or her job. Dus in het begin van dit jaar verloor je je baan op het moment dat je tegen een professionele investeringsmaatschappij zou zeggen, of dat jij daarbij zat en zou zeggen, hey jongens, we moeten in Bitcoin. Dan hadden ze gezegd, nee, jij moet weg hier. Nu is het zo dat als je niet
Bitcoin voorstelt als investment, als portfolio diversification option, dus het diversificeren van je portefeuille, dat je juist dan weg mag en ontslagen wordt. En dat zegt hij heel erg goed. Een avalanche, dus een lawine van positief nieuws voor Bitcoin, is coming from some of the top financial institutions in the world. Dus er zijn heel veel financiële organisaties. Neem een BlackRock, neem een Guggenheim Fund, een van de grootste funds in de wereld, MassMutual, verzekeraar, Ruffer ook trouwens, selling gold for Bitcoin. En we zien dat de eerste stappen zijn gezet. En right now, Bitcoin is about 530 billion in market cap. Dus 530 miljard. En it just flipped FISA. Dus het heeft grotere market cap dan FISA. It is now the same size as Berkshire Hathaway. Dus dat is het investeringsfonds van Warren Buffett. And the higher Bitcoin goes, the more institutionals will invest. En dit is waar ik het vaker met Mark van der Sijs in de CryptoCast over gehad heb. Bitcoin is nu nog te klein met een market cap van 530 miljard. Voor de grote partijen, daar moet je grote posities. Daar neem je met 1 miljard een positie in. Dat is ook wat Plan B zei overigens tijdens de Madelon Navigeert. Als wij een investering doen, dan hebben we daar 1 miljard minstens voor nodig. En als je dat met Bitcoin doet, heb je een te grote invloed op de markt. En is het ook gevaarlijk als je de markt weer uit zou willen, dat je een te grote impact erop hebt. Dus op het moment dat Bitcoin een market cap van 1000 miljard bereikt, dat zou een interessant moment zijn. En the nice thing about having the Bitcoin blockchain is that you can calculate how long it might take to get to this price. En dat hebben we natuurlijk gezien met het stock-to-flow model van Plan B. Hij geeft hier nog een koersvoorspelling aan als we op deze pace doorgaan, dus op deze snelheid doorgaan, voor 150.000 in december 2021. Ja, kijk, dit is voor mij een glazen bol dingen. En het stock-to-flow model, dat is iets wat ik zeker een likely scenario acht. Hoe zeg je dat netjes in het Nederlands? Nou ja, goed, je begrijpt wat ik bedoel. En dit is ook iets wat we absoluut zien. Als deze trend zich voortzet en als deze trend continueert, als alle grote institutionele partijen richting Bitcoin gaan, ook is het maar met 1% van hun portefeuille, dan kan die prijs inderdaad naar deze hoogte toe en vrij rap ook. Dit is een trend wat zich het komende jaar nog wel zou continueren als ik vanuit mijn perspectief dit bekijk. Ook als ik kijk naar wat ik om me heen zie. We zagen bijvoorbeeld Marcel Burger van de week die twitterde en zei, waarschijnlijk zien we pas, we zien Bitcoin nog niet echt accelereren. Hij had een prachtige tweetstorm daarover. En hij zei, we zien Bitcoin nog niet echt accelereren zoals we dat eigenlijk zouden willen zien. Hè? Dus die exponentiële groei, dat is iets wat pas komt als we ruim boven de $40.000 zitten. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Echt die steile verticale fase wat we bijvoorbeeld in 2017 gezien hebben, die zien we nog niet. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een heel groot stukje retail wat de markt nog niet betreden heeft. Nou, en hij gaat nog eventjes door en ook heeft hij het weer over het centraal bankbeleid. Hier zit natuurlijk een hele grote reden achter. En dit is ook waar wat Satoshi Nakamoto in het whitepaper al aangaf. Er gaat hier iets fundamenteel mis tijdens de val of na de val van Lehman Brothers. Het was niet voor niks dat dit whitepaper toen de wereld ingeslingerd is. En die problemen zijn nooit opgelost. En steeds meer partijen en ook mensen komen hier achter. En ik zag van de week een stukje voorbij komen van nu.nl. Oh nee, van de NOS was dit. En die schreef namelijk over Bitcoin. Bitcoin maakt een comeback in 2020 en is een nieuwe fase ingegaan. En dat was van Lucas Daal. Een quote van Lucas Daalder van BlackRock Nederland. En dat was een hele interessante, want als ik het goed heb, zit BlackRock hier. Chief Investment Officer says Bitcoin could replace gold. Dus BlackRock is best wel bullish op Bitcoin. En hier van BlackRock Nederland werd er dus gesteld dat het geen dat ze geen koopaanbeveling geven volgens nog voor Bitcoin. Maar dat ze zich wel kunnen voorstellen dat Bitcoin een nieuwe fase ingegaan is. En dat is zeker het geval. Echter zien we die retailmarkt nog niet opleven zoals we in 2017 zagen. Je kan het eerder vergelijken met wat we in 2013 zagen. Hier wordt gesteld, onze leden zien wel dat het drukker wordt. Maar we zijn nog niet op niveaus van 2017. Zei voorzitter Patrick van der Meijden van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. En daar zijn dus een heleboel brokers, Nederlandse brokers en exchanges bij aangesloten. Destijds moesten bedrijven een klantenstop instellen. Eigenlijk wat we begin dit jaar ook bij de brokers, de Giro, et cetera, zagen, Binkbank.
En dat zien we dus momenteel nog niet. De waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markt staat overigens nog steeds. Want crypto's kan leiden tot een grote teleurstelling. Hier loopt het risico je volledige inleg te verliezen als Bitcoin faalt. Dus, maar ja, goed. Dat is ook als een bedrijf failliet gaat. Oké, dan gaan we door naar de Bitcoin Treasuries. En ook dit is weer een zeer interessante. Er is overigens vrij weinig veranderd in het percentage. Die staat momenteel op 5,54 uit mijn hoofd. En daar is niet zo heel veel in veranderd. We zien wel dat de absolute value wel enorm toegenomen is. Ja, en dat komt natuurlijk omdat de koers behoorlijk toegenomen is. En dit gaan we de komende periode vaker bekijken. 2021 wordt het jaar voor de institutionals. En niet alleen voor de institutionals, want we zien steeds meer verschillende producten de markt opkomen. Hier zien we VanEck. En die hebben opnieuw een aanvraag gedaan om een Bitcoin ETF in het leven te roepen. Dit is al de zoveelste poging. Maar ik heb een vaag vermoeden dat dit mogelijk een goedkeuring gaat opleveren. Dit is al, ik denk misschien al wel de 8e keer dat er een aanvraag is ingediend voor een Bitcoin ETF. En dit is natuurlijk bij de SEC gedaan, de Securities and Exchange Commission. Hier kun je het hele document zien. En dat is bizar lang. Goed, dat hoeven we niet allemaal door te spitten. Maar dit is wel weer een nieuwe fase die we in gaan zetten. En dit is bijvoorbeeld, als we Mark van der Sijs mogen geloven, een hele belangrijke drijver om die koers nog naar een hoger niveau te tillen. En om Bitcoin nog meer op de kaart te zetten. Wat wel goed is om hierbij te benadrukken, Marcel Burger van CryptoBurger, van Amdax natuurlijk, die zei hierover dat het minder van impact is als wanneer die eerste aanvragen goedgekeurd waren. Omdat we echt wel een fase, een stap verder zijn dan dat we tot voor kort waren. Van de week kreeg ik dit bericht binnen over eToro van een kijker van mij. En die zei, help eToro, die gaat crypto's delisten. Ik mocht op RTLZ hier ook het een en ander over vertellen. Wat is er nou precies aan de hand? Binnen Nederland zijn een aantal regelgevingsrichtlijnen toegepast ten aanzien van de anti-witwasrichtlijn en ten aanzien van terrorismefinanciering om dit tegen te gaan. Deze aanvraag is op 21 mei 2020 moest die erdoor gegaan zijn en op 21 november 2020 moesten alle Nederlandse cryptobedrijven hun vergunning binnen hebben. Nou, dat was dus 3 weken van tevoren, had nog geen enkele partij de vergunning. Zij trokken aan de bel, want er hingen honderden banen van af. Honderdduizenden Nederlandse portemonneehouders die hierdoor behoorlijk in de stress waren. En daarnaast deze ondernemers die hierachter zitten, die hadden natuurlijk slapeloze nachten. Nou, er zijn een aantal, eigenlijk veel dingen verkeerd gegaan tijdens deze registratie. Minister Hoekstra heeft dit na zich neergelegd. En ik verwacht dan ook dat hier in 2021 meerdere rechtszaken achterweg zullen komen. En dat we hier het laatste nog niet over gehoord hebben. Wat is hier nou daadwerkelijk gebeurd bij eToro? Dit is interessant. eToro is een partij die van allerlei producten aanbiedt. Niet alleen crypto's, maar ook CFD's, aandelen. CFD's zijn contract for differences, aandelen, securities, etc. Ze bieden allerlei producten aan. En ze hebben nu aangegeven per december in ieder geval niet meer crypto service aan te bieden. Ze zijn namelijk nog in afwachting van de Nederlandse bank als service provider. Zijn ze daar in afwachting over en ze weten dus nog niet wat het antwoord is. Wij hebben overigens bij de Nederlandse bank nagevraagd wat nu de uitkomst is van bepaalde partijen. Dus namelijk nog niet iedere partij heeft zijn registratie binnen. En we weten ook niet of de Nederlandse bank een ultimatum heeft gesteld. Wat de regels precies zijn. Er zijn wel een aantal dingen waar behoorlijk wat Nederlandse cryptopartijen over wielen. Dat is een van de dingen daarvan is bijvoorbeeld het geldmaatverhaal waarbij je een sanctiepersoon geïdentificeerd zou moeten worden. Neem een cryptobroker. Jij haalt daar crypto's vanaf van die broker. Jij zet die crypto's door naar een derde persoon, bijvoorbeeld een familielid. Dan moet je die derde persoon identificeren. Voorbeeld, je gaat naar een geldmaat, een automaat. Daar trek je geld uit. Je geeft dat geldbriefje aan een familielid. Dan moet jij dus aan die geldmaat identificeren aan wie jij dat
briefje hebt gegeven. En dat gaat eigenlijk een stap te ver. Dit komt veel meer in de buurt van een vergunningsregime in plaats van een registratieplicht. En ook de kosten die erbij komen kijken zijn veel te hoog. Maar goed, lang verhaal kort. Dat laatste, die sanctiepersonenlijst, is iets waar veel cryptobrokers over wielen. En dit is ook de reden geweest waarom behoorlijk wat brokers aan de bel getrokken hebben. En niet alleen brokers, overigens ook exchanges. En ik kan me dus indenken dat een partij als bijvoorbeeld een eToro zegt, ja, dikke doei, de regels in Nederland zijn veel strenger. Weet je wat, laat maar zitten. Wij gaan lekker focussen op andere landen. Laat Nederland maar doen wat ze doen. Maar hiermee drijf je dus wel innovatie het land uit. Hiermee kan, ja, dit kan ervoor zorgen dat meerdere brokers exchanges het land uitgaan. Neem bijvoorbeeld Deribit, de grootste optie- en derivatenbeurs van de wereld die al reeds het land uitgetrokken is. Wat betekent dit nu voor jouw portefeuille? Dat betekent op zich niet heel veel. Ik zal even het lijstje erbij pakken. Ja, dit is het lijstje van het aantal geregistreerden. We zien hier dus Lightbit tussen staan, Amdax, Bit4Coin, Blocks, CoinMeester. BitcoinMeester is dat. CoinMeurs. Dus het overgrote deel van de partijen staat erg al gewoon in geregistreerd. Maar wat dus opvalt is dat de buitenlandse partijen nog geen registratie hebben. We zien hier geen... even kijken, wat zien we er nu tussen staan? Coinbase bijvoorbeeld. Binance staat er niet tussen. Echt de grote crypto-exchanges zien we hier niet op deze lijst. En dat is dus best wel een ding. De vraag is ook of zij zich überhaupt gaan committeren aan de regels die Nederland stelt. Want hiermee heb je dus wel als ondernemer een behoorlijk concurrentieachterstand. En ik kan me indenken dat zij zeggen, toei, we doen hier niet aan mee. Dus dat gezegd hebben, we gaan dit in de gaten houden. We weten niet of er een ultimatum gesteld is door de Nederlandse bank voor 1 januari bijvoorbeeld. Ik ga nog wel even rondvragen. Mocht ik hier meer over horen, dan hoor je dat gauw genoeg van mij. Bij eToro kan het natuurlijk zo zijn. Die posities gaan verkocht worden. Maar bij eToro is het misschien lastiger om je crypto's door te sluizen naar andere wallets. Op het moment dat dit bij bijvoorbeeld een Binance of whatever gebeurt, dan kan ik me indenken dat ze het prima vinden als jij je cryptovaluta doorschuift naar een andere wallet. Een Nederlandse wallet mogelijk die geregistreerd is. Ja, en er is natuurlijk nog meer aan de hand met de exchanges. Vorige week bespraken we het al. Er is een rechtszaak aangespannen vanuit de SEC, de Securities and Exchange Commission, tegen het bedrijf achter XRP. Ripple is dat. En die zijn dus gesuut. Of althans, de Securities and Exchange Commission heeft Ripple gesuut. En dat had alles te maken met het feit dat Ripple, XRP dus, mogelijk een security zou zijn. En dan hebben ze dus een verplichting om die security aan te geven bij de Securities and Exchange Commission. En dat is dus niet het geval. Nou goed, niet Ripple zelf. Ripple Labs loopt hierbij de grootste risico. Maar de exchanges doen dat. Iets wat ik vorige week ook al aangaf. En er zijn nu een heleboel exchanges geweest die XRP hebben gedealist. Waaronder Coinbase, Crypto.com, Akcoin. Er zijn er behoorlijk wat die daar nu voor gekozen hebben. En de lijst is nog langer en die zal mogelijk nog langer worden. Er is ook een grote kans dat hier meer achterweg gaat komen als XRP wel een security blijft. Hè? Want de exchanges lopen het grootste risico. Maar Ripple zelf zegt er heel veel vertrouwen in te hebben. Die hebben aangegeven dat XRP geen security is. En het is dus nu meer een hokjesdilemma. Wat past in welk hokje. En dit gaat ook een leidende case zijn voor andere van deze coins. Dit is pas het begin en hier gaan we in 2020 meer over horen. En wat ik ook wel interessant vond, in Amerika kun je dit dus gewoon doen. In Amerika is er een man geweest en die zegt dat hij een klant bij Coinbase is. En daarom suit hij de crypto exchange Coinbase omdat XRP token daar wordt verkocht. Dus zover kan het gaan. Coinbase die wordt dus gesuit voor allowing the sale of XRP. En deze man die denkt hier dus waarschijnlijk een slaatje uit te slaan. Want als de Securities and Exchange Commission dus gelijk krijgt, dan is wat Coinbase doet ook verboden. Nou, een beetje gemeene truc, maar ja, dit kan gewoon in Amerika. Ik kreeg van de week nog veel vragen over Bitcoin en belasting. Hoe werkt dat nou? Wat moet je doen als je cryptovaluta bezit? Hoe geef je die aan? Op welke manier? Hoe laat? Welke exchange? Etcetera, etcetera. Nou, ik heb even een opsomming voor je hier neergezet. Wat er nou gebeurt op het moment dat je, even uitgaande van het feit dat je particulier bent en je bezit cryptovaluta, dan vallen die onder het boxje overige bezittingen. Box 3 dus. En dan hoor je daar vermogensbelasting over te betalen. Nou,
Voor 2020 is dit bedrag op 30.846 euro vastgesteld. Maar voor 2021 ligt dit op 50.000 euro fiscaal partnerschap even buiten beschouwing gelaten. En het vermogen van je box 3 is dus het stukje wat hoger is dan het vrijgestelde bedrag. Is dus het stukje waar je belasting over moet gaan betalen. Nou, hoe weet je nou wat dat bedrag daadwerkelijk is? Het is van belang dat je weet wat de waarde van je totale portefeuille op precies 1 januari om precies 12 uur is. En daarvoor kijk je dus naar welke coins heb ik en wat was de prijs op de grootste exchange of de grootste broker. Je kan ook een screenshot maken van je portefeuille. Bij BitMyMoney maken ze bijvoorbeeld een belastingoverzicht, ook super handig. Maar het is dus van belang dat je precies weet hoeveel coins er in jouw wallets stonden en of op je ledger stonden en wat de prijs was op dat moment. Maak daar een screenshot van, zet het in Excel. Mocht er ooit iets achterweg komen dat de fiscus dat van jou verlangt, dan kun je dat rustig aan hun overhandelen en daarover uitleg geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld een bedrijf hebt en daar crypto's bezit, dan is het natuurlijk anders. Dan word je winst belast en dat kan een stuk vervelender zijn. Maar daar gaan we in deze even niet op in. Dit is dus hoe het doorgaans werkt. Overigens, onthoud wel, ik ben geen belastingadviseur. Mocht je hier extra vragen over hebben of nader informatie over willen, ik zal sowieso even een link hieronder zetten. Dan kun je dit rustig nalezen. Maar dan raad ik je sowieso aan om met een belastingadviseur hierover te praten. Maar voor nu, check in ieder geval de prijs in de wallet en over het bedrag wat vrijgesteld is. Alles wat daarboven ligt, mag je vermogensbelasting betalen. Moet ik eigenlijk zeggen. Moet je belasting betalen. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was voor mij best wel een heikel ding. Maar weet je, ik doe het nu met een glimlach en ik ben trots op het feit dat we dit maar mogen doen. Het hoort erbij. Ja, en één keer in de maand mag ik jou daarvan Bitcoin Meester iets tofs weggeven. En afgelopen maand is onze portefeuille enorm in waarde toegenomen. Onze coins, Bitcoins, zijn meer waard geworden en het is nu dan ooit meer van belang dat jij je coins goed en veilig opslaat, zodat hackers er niet bij kunnen, maar ook op het moment dat een exchange gehackt wordt, dat je coins veilig staan. Nou, aan te raden is om dit te doen met bijvoorbeeld een hardware wallet en Bitcoin Meester. En ik vind het dan ook belangrijk dat je hier naar kijkt en hier goed onderzoek naar doet. En in deze mag ik een Trezor weggeven ter waarde van maar liefst 180 euro. Maar die krijgen natuurlijk niet zomaar, daar moet je iets voor doen. Want ik ga je zo meteen een vraag stellen. En de persoon die het dichtste bij het juiste antwoord zit, die krijgt deze ledger. Hoe kun je nou meedoen? Deponeer je antwoord hieronder. Je hebt tot aanstaande zondag de tijd om te reageren. Dat is dus zondag 3 januari. Mag je dus tot 12 uur 's middags hieronder reageren in de reacties. Wat jij denkt dat het antwoord op de volgende vraag is. Wat is de prijs van Bitcoin op maandag 4 januari om 12 uur 's middags? En de koers die schommelt enorm. Dus ik ben super benieuwd naar alle reacties. En ik zal volgende week de winnaar van deze Trezor ter waarde van 180 euro bekendmaken. Nog even leuk om te weten. Mocht je nou nog 5 euro gratis aan Bitcoin willen, dan kan dat. Als je voor 25 euro handelt bij Bitcoin Meester, krijg je 5 euro gratis. Dus dat is super leuk. Ook tof om mee te beginnen. En mocht je daar je vrienden blij mee willen maken, dan kan je die link gewoon doorsturen. Goed, ik wil nog even met je kijken naar het overzicht. Want momenteel kijken we aan tegen een enorme Bitcoin market cap en tegen een enorme Bitcoin dominance. Ook een enorme Bitcoin dominance. En dat is toch best wel bijzonder. Van een alt-season kunnen we momenteel echt niet spreken. We zien een bepaalde alt die behoorlijk stijgen, maar we zien ook wil die enorm erg achterblijft. Er lijkt een beetje een shifting in te komen. Nou, wat zien we nou afgelopen 24 uur? Zien we hier voor ons? Ik pak de afgelopen 7 dagen er even bij. Bitcoin stijgt toch behoorlijk fors. En nou ja, we hebben zien Polkadot meegaan. Die is ook weer wat een plekje verschoven. Hè? Van plek 7 volgens mij naar plek 6. Of misschien nog wel harder uit mijn hoofd. Misschien wel van plek 9 naar plek 6. En Celsius Network die harder stijgt. Maar over het algemeen doet Bitcoin het dus heel erg goed. En doorgaans was het zo dat tijdens een rally de alts nog meer overstegen. En dat zien we nu echt niet terug. Iets wat ik overigens wel langere tijd geroepen heb. Ik ben dan ook een all-time Bitcoin fan. En we zien dat nog steeds. En ook de institutionals. Voor de institutionele partijen zijn de kleinere altcoins gewoon te klein. Die hebben een te lage market cap. En dan zouden ze te veel invloed op de prijs hebben. Daarvoor moet dus de gehele markt aan zich best wel stijgen. We hebben nu dus een market
cap van 750 miljard. En dat gaat dus fors oplopen. Market cap van 525 miljard zien we hier. En het zou toch mooi zijn als Bitcoin richting de 1000 miljard kan gaan. En wat is nog meer leuk om te laten zien? Dat is de year-to-date natuurlijk. En dan kunnen we die ook even vergelijken met de rest van de coins. Nou, dan zien we dat Bitcoin het behoorlijk goed doet qua stijging. Ether doet het nog beter. En we zien ook in de top 10 dan nog ADA, Cardano, die het ook beter doet. Maar over het algemeen gaat het dus heel erg lekker op de markt. En de verwachting is dat deze trend zich volgend jaar gewoon door gaat zetten. De economische problemen waar we het in het begin van deze video over hadden, zijn de wereld dan ook absoluut nog niet uit. En de verwachting is dus dat meer en meer en meer partijen, ook grotere partijen, hun vermogen anders moeten gaan allokeren. En dat 1% richting Bitcoin gaat, als dat zo zou zijn, dat dan die koers dus al fors zal toenemen. Wat zien we op de grafiek? Ik ga even de grafiek erbij pakken. We gaan zometeen trouwens ook nog heel even kort het nieuws over goud en over zilver bespreken. Maar allereerst wil ik even met je naar de daggrafiek kijken. Want dit is toch wel heel erg bijzonder. We zitten in een behoorlijk steile, verticaal omhoog lopende trend. Maar best nog steady. Ongeveer 1,5 à 2% per dag. Niet ontzettend bijzonder. Het kenmerkt zich door gewoon hele mooie groene candles. Geen paniek spike. De candles beginnen inmiddels wel weer wat groter te worden. Overigens. Maar het ziet er gewoon heel erg gezond uit. Een gezonde markt. Ik zal het ook even laten zien. Kijk, als we deze candles vergelijken met de candles die we bijvoorbeeld hier zagen. Ja, sorry, dit is een hele oude chart. Maar die we bijvoorbeeld hier zagen, dan ziet dit er naar uit dat het nog maar het begin is. En we kunnen hier snel gaan, hè? Want de kleine stukjes, neem even dit stukje mee omhoog. De kleine stukjes brengt ons zo naar 80, 90, 100.000 dollar. Dus dat kan behoorlijk snel gaan. Maar zoals je ziet, kan dat dus rapper gaan dan dat je denkt. En we zitten dan ook op een vorstelijke all-time high. We hebben inmiddels prachtige patronen gehad. Ik ben wat op een kleiner timeframe gaan zitten om de koers wat mooier in de gaten te houden. Dat gaan we nu ook maar even doen. Ik pak de uursgrafiek er even voor je bij. We hebben telkens een hogere low. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Telkens een nieuwe higher low. Nadat we deze driehoek hebben gezet, is deze die lijn, die eerste weerstandslijn was getest, is het een nieuwe steun geworden. Ook hier zagen we weer opnieuw een nieuwe high ontstaan. En het is nu weer een nieuwe steun geworden. Ondanks dat hier weer opnieuw een mooie driehoek ontstond, neerwaarts uitgezakt. En hadden we hier, ongeveer tot hier, hadden we nog een mooie, kijk, je kan een klappen-flapregel toepassen, nog mooie neerwaartse potentie. En inmiddels testen we dus deze prachtige vorige top. Dus weer een higher low. Iets wat super mooi is. En ik krijg natuurlijk ontzettend veel vragen van mensen die zeggen: Madelon, hoe gaan we nou het jaar uit? En hoe beginnen we het jaar weer opnieuw? Gaan we nou richting die 30.000 dollar? En als we deze lijn continueren, die higher lows, dan kan ik niet anders zeggen dan dat we gewoon richting die 30.000 dollar gaan. Het ziet er in ieder geval magnifiek uit. Ik ga heel even voor de gein dit lijntje hier langs tekenen. Kijk, prachtig. Ja, dit is gewoon schitterend. En deze zou je volgens mij zelfs nog bijna parallel hier aan kunnen tekenen. Ja, dan hebben we gewoon weer een schitterende uptrend. Kijk. Ik had het nog niet eens zo ver uitgezoomd. Maar dan zie je dus weer dat we ons opnieuw na deze driehoek in een prachtige uptrend bevinden. En nu de bodem aan die uptrend hebben gezet. En dan is rustig aan de verwachting dat we gewoon richting die 30.000 dollar gaan. En deze trend continueren. We zitten ook prachtig laag op de RSI. Dus dat is niet meer dan schitterend. Het kan wel zijn dat we nog ietsje lager zakken, hoor. Dat is hier ook gebeurd als we richting de 15.000 even gaan. Dan ga je het ook zien, hè. Kijk, hier heeft hij ook niet precies de top gepakt. Nou, dat hoeft hier ook niet precies de top. Mag ook wel deze zijn. Dat is geen ramp. We kunnen dan langzaam, ook als we deze nog eventueel meepakken, ook geen ramp, langzaamaan rustig weer omhoog die trend continueren. En het ziet er dus fantastisch uit. Daarnaast hebben we natuurlijk nog mijn all-time favorite, naast Bitcoin natuurlijk. En dat is goud. En ik zag een berichtje op nu.nl voorbij komen. Best wel grappig dat ze dat dan nu publiceren. Goud wordt dit jaar bijna een kwart meer waard. Het is dan wel geen 220%, maar het is wel een hele stabiele asset om in te zitten. En ik had hier zilver al er even bijgepakt. Ik zal allereerst even zilver aan je laten zien. Zilver deed dit jaar natuurlijk ook magnifiek. Hier is 2020 begonnen. Hier hadden we een liquiditeitscrisis waar ook Bitcoin behoorlijke klappen van onderving.
viel, onderving, whatever. En daarna ging de koers omhoog, brak uit. Hier mooie driehoek, brak weer neerwaarts uit. Koersdoel gehaald, nieuwe driehoek, hoppatee. Koersdoel is nu daar. En we zitten nog binnen die opwaartse trend. Kunnen we richting die vorige all-time high. RSI zit niet heel erg hoog. Dus dat ziet er eigenlijk fantastisch uit. Ook voor zilver. Zilver heeft nog de grootste opwaartse potentie. Groter dan goud. Is ook momenteel een iets groter onderdeel van mijn portefeuille dan dat goud is. En goud ziet er als volgt uit. Oeh, die staat op het punt van uitbreken. Super spannend. Helemaal leuk. Ik wacht hier namelijk al weken op. Ik wil je even laten zien hoe goud er nu bij ligt. We zien hier neerwaartse beweging. En daarna ging de grafiek opwaarts. Hier opnieuw neerwaartse beweging. We zijn eigenlijk al een beetje uit. Maar dit is nog het laatste heikele punt waar die overheen moet. En daar ondervinden we ons nu. Dus dat ziet er prachtig uit. RSI mooi. Niet te hoog. Gewoon een schitterende grafiek. Oh ja, wat trouwens nog eventjes leuk is om te vertellen. Ik kreeg van de week een berichtje. Gold Republic bestaat dit jaar 10 jaar. En dat is voor hun natuurlijk een ontzettende mijlpaal. Iets waar je als ondernemer mega trots op kan zijn. En ik heb nauw contact met Marleen. Ze is een top onderneemster. En ze vertelde dus, ze gaan een kilo aan goud weggeven onder hun nieuwe klanten. Dus wat houdt dat nou in? Aan iedere klant geven ze, die voor 100 euro aan goud koopt, geven ze 50 euro, dus 1 gram, geven ze weg. Dus stel dat je bij Gold Republic nu een nieuw account maakt en voor 100 euro aan goud koopt, krijg je 50 euro soort van terug, soort van cashback. Het is dus een superleuke actie. Het is wel zo dat alleen de eerste 1000 klanten dat krijgen, want dan is de kilo op. Maar ik vind het heel erg leuk. En vanuit hier wil ik Gold Republic natuurlijk ook van harte feliciteren met het feit dat ze 10 jaar bestaan. En mocht je het nou tof vinden om nog van deze actie gebruik te maken op het moment dat die koers bijna aan het uitbreken is, dan kan dat hieronder. Dus overigens natuurlijk geen beleggingsadvies. Zoals je weet koop ik gewoon netjes iedere maand mijn goud bij. Puur omdat ik geen geld, of het liefst zo min mogelijk geld, richting fiat wil hebben. Ik ben trouwens ook deze week de positie in het fonds van Willem vergroot. Dus dat is ook super leuk om eventjes mee te nemen. Maar ik zal hieronder een linkje neerzetten voor Gold Republic, dat je daar gebruik van kan maken als nieuwe klant zijnde. En mocht je nou ook klant zijn, je kan het ook doorsturen naar al je vrienden die je een extra grammetje goud gunt. Goed, dit was hem dan. De allerlaatste of misschien wel de allereerste video van het oude of nieuwe jaar. En ik wil je nog eventjes meegeven dat je mij gewoon kan volgen gedurende de week op Instagram. Daar vertel ik je het laatste nieuws. Geef ik je updates over de koersen. In de stories natuurlijk vertel ik je allerlei leuke dingen over wat er gaande is. Ook achter de schermen hier binnen ons bedrijf. En mocht je daar meer over willen weten, dan raad ik je aan om even hier onder mijn Instagram naam op te zoeken en mij eventjes te volgen, want dan ben je in ieder geval up-to-date. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik wens je natuurlijk een fantastisch 2021. Ik bedank je dan ook voor het feit dat je iedere week trouw mijn video's hebt bekeken en voor het feit dat we zo erg gegroeid zijn dit jaar. Van 8000 abonnees naar meer dan 28.000 abonnees. Ik kan niet anders dan dankbaar zijn voor het fantastische jaar 2020. Ondanks natuurlijk het feit dat er een behoorlijk negatieve vibe onder ligt. Ben ik blij dat we aan de goede kant zitten. En dat we samen de moed erin houden en samen positiviteit verspreiden. En laten we dat in 2021 samen continueren. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende Madelon Praat. Dag!